Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland, maar veel bewolking ten noordwesten van Nederland. En uit dat bewolkingsgebied kan een enkele bui vallen. Die wolkenvelden trekken van noordwest naar zuidoost over het land. De dag begint dus met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en kan er dus een enkele bui vallen. Vanmiddag trekken die buien dan langzaam via het zuiden en oosten naar Duitsland weg, wordt het in het westen en noorden weer zonniger. Temperaturen lopen op tot rond 14 naar 15 graden. Aan zee kan de wind nog stevig waaien met af en toe windkracht 5. Vanavond is het dan overal droog, schijnt de zon flink en rond zonsondergang is het een graad of 10. In de nachtelijke uren koelt het af tot 4 graden. Morgen overdag hebben we opnieuw te maken met een flinke zonnige periode. Ook een paar wolkenvelden, de meeste wolken dan in het, noorden, oh sorry, in het zuidoosten en oosten. Het blijft droog en het wordt 13 tot 15 graden. Vrijdag 17 graden, lokaal misschien nog wat warmer. Flinke zonnige periode en droog weer. En ook in het weekend kunnen we de paraplu thuis laten. De wind gaat geleidelijk draaien en daardoor gaat het kwik oplopen. 18 graden wordt het zeker. Als het echt mee zit, zeggen de laatste modellen dat het zelfs meer dan 20 graden wordt zondag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl